Campus On Air is terug op de radio. Daan en Luc, twee communicatiewetenschapsstudenten van de Radboud Universiteit Nijmegen, hebben het programma opgezet. Hier bij RTV Nijmegen 1 bekeken wij de eerste uitzending. Daan en Luc, jullie hebben net jullie eerste radioprogramma gehad. De grote vraag is natuurlijk, hoe ging het? Ja, goed. Eigenlijk, ik kan niet anders zeggen. Zo'n eerste uitzending is gewoon, ja, het is best wel spannend. En we hadden het allebei nog nooit gedaan. En we hadden eigenlijk zoiets van, nou, we zien het wel. Als er hier en daar wat fout gaat, dan zien we dat dan wel. Maar eigenlijk, er ging eigenlijk niks fout. Maar ook heel zenuwachtig, zeker of niet? Ja, ik was echt, ik weet niet of jij wel eens een eerste item hebt gedraaid. Maar ik zat aan het begin wel een beetje met trillende handjes. Hoe ging dat bij jou, Luc? Ja, eigenlijk hetzelfde. Ik was echt bloednerveus. We liepen hier om 7 uur de trap op. Ik denk, dat wordt helemaal niks. Wat kun jij goed schuifelen, Daan. Goed schuifelen, Daan. Goed schuifelen, Daan. Ja, dankjewel. Ik vond het heerlijk. Ja, ik vond het ook lekker. Ik heb wel een beetje last van mijn schuifelspieren. Jij hebt er niks van gemerkt? Nee, ik vond het nog beter dan ik er ooit met een meisje heb gedaan. Snel nog een keer. Ja, doen we snel nog een keer. Maar we gaan we straks stappen. Ja, laten we inderdaad de uitleg even doen. Hoe zijn jullie überhaupt bij dit programma gekomen? Ja, dat is eigenlijk een goed verhaal. Het was eigenlijk een beetje raar. Luc die had een idee om iets met de radio te gaan doen. Een beetje praktijkervaring. We studeren allebei communicatiewetenschap. Dus dat is een studie waarin je heel veel te maken krijgt met media, televisie, radio, dat soort dingen. En wij hadden eigenlijk allebei zoiets van, we moeten iets met de praktijk gaan doen. Hebben jullie dan ook nog inspiratie bij andere radioprogramma's gedaan? Op landelijk gebied of regionaal gebied of iets wat daarmee te maken heeft? Ja, dat is een beetje moeilijk. We kunnen natuurlijk wel zeggen van niet, maar ja, er zijn altijd wel dingen. We hebben wel, op het moment dat we bedachten van we gaan het doen, zijn we eigenlijk heel veel naar de radio gaan luisteren. En ja, goed, je hebt natuurlijk wel wat bekende duo's op de landelijke radio. Bijvoorbeeld. Geen Daan en Luc nog? Nee, nog niet, precies. Wat hebben jullie de studenten te bieden? Nou, we hebben zoals je misschien al gehoord hebt, elke week hebben we live muziek. Dus echt elke week hebben we studerende live artiesten hier even voor een interview komt. En die proberen we eigenlijk een podium te geven, zodat ze gewoon iets meer bekendheid kunnen krijgen. Dat is leuk voor hunzelf en ook leuk voor de show om naar te luisteren. Oh, what's the point? Elke week mensen met of studenten met bijzondere verhalen. Deze week hadden we Student for Students. En volgende week hebben we ook een paar mensen op een lijstje staan die we graag willen hebben. En voor de rest heel veel leuke muziek. We doen met verzoekjes. Alles is via Twitter en Facebook. Niet alleen maar slappe ouwe hoeren. Het is niet alleen slappe ouwe hoeren. Er zit best wel een vast... Daar zit natuurlijk. Maar er zit ook wel redelijk vast stramien in. Toch? Ja. We hebben het in ieder geval uitzending heel vast gehouden. En tot nu toe is het steeds goed gegaan. Maar ja, het is de eerste keer. Hè? Dus ja. My name is Benny Blisto. Pleased to meet you. I'm the world, I'm king, I'm God. Nou, tot volgende week. Tot volgende week. Doei.